Een hele goede morgen, leuk dat jullie kijken. Ik ben Sven Wegbeets en we gaan dus eventjes weer aan het werk. Dus ik ga de bus in en ik zeg, ik zie jullie zo. Hey Kiki, kijk eens naar mama. Ben je net over het ijs heen geweest? Heb je over het ijs heen gefietst? Nou, Kiki wou nog heel graag op de kleine fietsje. Dus Kiki is nog even op de kleine fietsje, hè? Nee, ja, we gaan pa vragen aan papa of papa de groot uit de schuur wil halen, toch? Ja. Oké. Ik moest even pakketjes wegbrengen snel met Kiki. En toen dacht ik, moet ik nog heel even snel een paar dingen halen bij de kruidvat. Het was echt nog geen 10 minuten rijden. En mevrouw lag in slaap. Ze was ook een beetje moe. Maar ze wou net het huis niet naar bed. Dus ik zei, nou ja, ga dan maar lekker op de bank liggen. Maar dat deze even. Dat is niet zo lang. En nu is het slapen en dan krijg je niet wakker. Sta je dan bij de winkel met je goede gedrag. Dan moet je even wachten. En dan maak ik er zo wel even wakker. En dan zijn we inmiddels thuis aangekomen. Het was een druk dagje. Dus eigenlijk niet de camera gepakt. Maar we zijn in ieder geval thuis. En het ruikt lekker naar eten. Ik denk chili koek aan. Als ik een korokje mag doen. Ja. Maar we gaan het meemaken. Hoi. Tess. Hey. Oh, heb je ook een camera? Dat is mijn camera. Is het jouw camera? Jij staat ook op de camera. Wat? Huh? Nee. Wat eten we? Chili con carne? Nee. Oh. Nee. Ik dat Jamie er is? Nee, ik gokte dat aan de geur buiten. Oh. Ik ga mijn jas uit doen. En ondertussen dat we lekker pasta gegeten hebben. Ik dacht chili con carne, maar dat was niet zo. Ga ik even een lekker bakje koffie zetten. Renzi is Kiki in bad of wel onder de douche aan doen. En ligt ons een nelpaadje ligt weer op de trap. Dus ik ga even mijn dochter helpen, want die roept. En ja, ik ben er niet verder gekomen dan dit, hoe ver ik net was. Oh. En, maar ik heb gisteren nog even met Wouter over gehad. Hij heeft een race simulator gekocht. Dus zo'n heel stoel wat je voor de tv hebt met stuur, gaspedaal, noem maar op. Dus binnenkort gaan wij de PlayStation even op de tv aansluiten. Stoeltje hier zo. Gaan we even in de woonkamer. Gaan we even racen. En dan gaan we dan zeker in ieder geval op de vlog opnemen. En we gaan misschien nog wel even live. Lijkt mij in ieder geval een leuk ding om te doen. Dus tot zover ga ik nu in ieder geval eens in de verwarming aanzetten. Want ik heb het knetterkoud. Het is 19 graden in huis. Dat is niet warm. Dus ik ga dat even doen. Ik ga misschien buiten nog even dat kun je niet meer zien. Troep opruimen naar zijn huis. En ik heb net een vriend van mij even een berichtje gedaan. Of die nog aan het werk is. Want volgens mij heb ik een lekker band met de auto. Misschien moet ik dat even fixen. In ieder geval eerst even mijn prop erin of zo. En daarna even nieuwe banden bestellen. Want Renske had vanochtend de band even opgepompt, want die kreeg een melding. Was hij 0,8. Opgepompt naar 2,9. En hij staat nu weer op 0,8. Dus hij is wel degelijk lek. Dat wordt in ieder geval vervolgd. En nu ga ik even een bakje koffie voor Rens zetten. En dan kunnen we eens even een lekker bakje koffie drinken. En ondertussen zijn we de hele avond al bezig. Met de vloerverwarming verdelen. Want ik heb een storing in de cv-ketel. Dus iets gaat er niet helemaal goed in het systeem. Oh jongens. Even stil voor Kiki slaat. Nee, zo stil vind ik niet te doen. Maar ja, storing in de cv-ketel. Dus wat hebben we? De cv-ketel open liggen. En we zijn er even mee bezig. Dus is nog wel even een dingetje. Ik ga hem nu even op volle toeren laten draaien. Jullie mogen even meekijken.
Tiedididit. Draaien we even een draadje los. En als het goed is, moet hij volgens gaan draaien. La 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 la. Dat doet hij nu niet. Dan draaien we hem gewoon weer eventjes netjes terug. Als het goed is, moet hij het dan wel gaan doen. Iets gaat er niet goed. Of zat hij dan toch op die ernaast? Dat denk ik wel. Ik was denk ik net te snel. Ja, die zat hij. Nou, volgens mij had ik hem niet zoveel los eruit. En normaal kun je dan de toeren regelen van de motor. Staat in veiligheidsmodus. Dus ik ga nog eventjes aanknooien en we gaan het even meemaken. Ik denk dat ik er al een uurtje mee bezig ben, dus eigenlijk ben ik er klaar mee. Maar ja, we moeten toch verwarming hebben. Oké, ik heb hier nu de vulslang eraan. Die heb ik al klaargezet. En dan ga ik nu beneden naar het laagste punt. Ga ik daar ook een slang aan doen en dan naar buiten leggen. Dan gaan we het hele systeem even doorspoelen. Want er zit als het goed is ergens een luchtbel die er niet uit wil. Dus hij kan zijn warmte niet kwijt. Kijk, en hier is het laagste punt. Dan gaan we het slangetje aanmaken. En dan gaan we die naar buiten gooien. En hebben we morgen een ijsbaan. Ik ben benieuwd. Tot nu toe blijft het vlammetje aan. Dus ik hoop dat de luchtbel eruit is. Maar dat was net ook 5 minuten en toen was het vlammetje gewoon weer... uit. Uitgeblazen. Ja. Rens wordt helemaal gek van mijn PlayStation die aanstaat. Ja, dat geluid. Dus die doen we ondertussen fout. Is toch een rustig melodietje? Nee. Ja. Dus, maar je hoort de kachel hoor je wel. Ja, echt goed hoor. Moet je horen. Hoor je dat? Ja, ik hou de microfoon even bij. Zo kun je zien of de retour open staat. Ja, staat helemaal open. Je gaat toch twijfelen aan alles. Die staat ook helemaal open. Het ding is ook goed warm. Kijk, zo had ik dat. Slangetje naar buiten. Gewoon door naar boven de kraan openzetten. En hier slang naar buiten. En dan ligt hij helemaal tot aan de put. Kijk. By the way, tussendoor. Lekker band. Baba. Maar dat boeit me nu niks. Ik heb het liever lekker warm binnen dan dat ik me druk moet maken om een lekker band. Dus het
doet het nog steeds. Ti, ti, ti. Ik word helemaal gek van die wasmachine van de kabouw. Kijk, en ik heb weer storietje 1. Lucht in het systeem. Ik word helemaal gek. Dus ik laat hem overnieuw bij komen. Ik ga lekker verwarmen met de airco's. Denk ik. Of ik ga nog even knooien. Kijk eens aan, hé. Hij brandt weer. Tot zover. Want ga ik jullie nu laten zien. Even weer naar beneden. Wel goed voor de conditie. We hebben de vloerverwarming. Wie zit dan? Jamie. Oh. Wat dan? Pies. Niks. De vloerverwarmingsverdeler die heeft een beveiligingskastje. Eraf getrokken, doorverbonden met lasdoppen, stopcontactie, pompje werkt en de leidingen worden lekker warm. En de ketel werkt. Ik ben blij. Dus we gaan even afwachten. En ik kan met blijdschap zeggen, verwarming is gefixt. Dus ik ga even lekker keteltje weer dichtmaken. Hier even de boel weer netjes maken. En dan gaan we morgen de kast opruimen. Dus niks, ik was benieuwd wie in de handen had, maar dat is de vaas. Ja. Dus ik ga nog even lekker bezig. Kapje op de ketel, dichtschroeven. En klaarskees. Na 5 uur met de verwarming bezig zijn, heb ik dit wel verdiend. Oh, schatje. Ik ben wel echt trots op jou. En blij. En heel blij. Want je hebt weer verwarming. Oh my god. En het vlammetje blijft aan. Het vlammetje blijft aan staan in het midden. Dus iedereen blij. En vooral ik, want ik ben er klaar mee. Ik ga nog even lekker wat drinken, dan ga ik lekker douchen. Want dat heb ik nog niet gedaan. En dan ga ik zo lekker mijn bed in. Vanmorgen moet ik vroeg mijn bed uit. Ik moet een collega ophalen, want die kreeg een bus. En ja, dat. En dan gaan we morgen aan het werk. Ik volg hem niet. Een nieuwe collega. Oh, die krijgt een bus. Ja, die moet ik even thuis ophalen. Nu is het bus. Ja. Dus zijn bus ophalen. Daarna even gereedschap ophalen voor hem. Nou, is die ook weer blij. En dan ga ik morgen weer verder waar ik vandaag mee bezig was. Een badkamertje, afvoer erin maken, water erin maken. Elektro hoeft eigenlijk niet, want het zit er al. Op de goede plek. En daarna gaan we bij de Graaf toeters en bellen. Gaan we er weer verder met elektra, water en het hele rattenplan. Grote klus en een mooie klus. Dus nu gaan we even opsporingsverzoek kijken. 1-2 vandaag. Opsporingsverzoek. Met mijn lekkere drinken. En ondertussen, oh, nieuw muurtje. Ga ik even editen. En ik was dus met de ketel en de verwarming bezig, de vloerverwarming. Zeg Rens op een gegeven moment. Het is 27 graden op Kiki's kamer. Ik zeg, ja, ik ben hier. Dat komt dan helemaal, maar. Ja, die hangt bovenin en dan meet hij de warmte bovenin. Maar dan ben ik wel jaloers, want ik hou ook van een warme slaapkamer. Schat, dat is echt te warm. Als je die kamer in loopt, dan krijg je klap tegen je kop aan. Oh, heerlijk. Maar ik zou je één ding vertellen. Het is hier volgens mij boven nog nooit zo warm geweest als nu door die ene radiator in de bank. Lekker toch? Niet normaal. Ik vind het heerlijk. Dus ik geef de vlog in elkaar knallen. Ga ik hem even uploaden op YouTube. Morgen om 3 uur staat hij weer online. En als ik klaar ben, ga ik lekker douchen en mijn bed in, want we moeten morgen weer vroeg uit. Hoe laat dan? Hoe laat moet je werken? 6:30. Zeg ik dat goed? Kwartier aan, kwartier heen rijden, 7 uur. Ja, 6:30. Dus ik zeg, ik zie jullie morgen. Like naar beneden. Tot de volgende keer. En mijn excuus dat vandaag de vlog niet heel interessant was. Maar ik moet wel weer wat uploaden. Toch? Later.